Het volgende kan jou zomaar gebeuren. Je aanvraag voor een nieuw telefoonabonnement wordt afgewezen. Je mag niet achteraf betalen bij een webwinkel. Of het energiebedrijf eist een extra borgsom van honderden euro's. Het argument van het bedrijf is dat je niet door hun kredietcheck bent gekomen. Dat is verontrustend en ook raar, want je betaalt altijd netjes je rekeningen en je hebt een prima inkomen. Wat is er aan de hand? Het ligt niet aan jou. Het ligt aan een slordig werkend systeem. Providers, webwinkels en energiebedrijven vragen voor hun nieuwe klanten informatie op bij zogeheten handelsinformatiebureaus, zoals EDR, Experian en Focum. Deze bureaus berekenen voor veel Nederlanders een persoonlijke kredietscore. Hoe wordt de kredietscore berekend? Het handelsinformatiebureau geeft jou een lage kredietscore als je ooit een incassobureau op je dak hebt gehad. Maar ook als er aanmaningen naar andere bewoners van jouw adres zijn gestuurd. Of als er relatief veel schuldenaren wonen in je wijk. Het zijn soms heel algemene gegevens die tot een lage persoonlijke kredietscore leiden. Bij een lage score word je afgewezen of krijg je een borgstelling. Krijgen consumenten goede uitleg? Nee, dat krijgen ze niet. Als je meer informatie over een negatieve kredietcheck wilt, moet je volgens de bedrijven maar navraag doen bij EDR, Experian of Focum, de firma's waar ze de kredietscores inkopen. Consumenten die hier vervolgens inderdaad navraag doen, krijgen vaak te horen dat er helemaal geen concrete belastende informatie bekend is. Wat gaat hier allemaal mis? Het gaat hier eigenlijk om 3 misstanden. 1. Bedrijven leggen niet goed uit dat ze een kredietcheck doen en waar deze op is gebaseerd. Ze verwijzen je van het kastje naar de muur als je navraag doet. 2. Handelsinformatiebureaus verdienen geld aan het berekenen van kredietscores voor potentiële klanten, maar de consumenten zelf krijgen hun eigen scores niet te horen. 3. Energiebedrijven sluiten op basis van een vage kredietscore consumenten uit van hun eerste levensbehoeften, warmte en elektriciteit, door een hoge borgsom te eisen. Sommige misstanden zijn zo ernstig dat we binnenkort met deze bedrijven om de tafel gaan zitten. To be continued. Ook een botte afwijzing meegemaakt na een kredietcheck die niet klopt? Meld je dan aan op ons meldpunt Dupe van je data. Jouw melding helpt ons beter begrijpen hoe datadiscriminatie werkt. Ga naar consumentenbond.nl/dupe van je data.